Oh, hier. Oh, fucker. Oh. Oh, kut. Oh, ik had hem wel, man. Nou, ze duiken op. Vliesje. Ah, dit is minder. Dit gaat niet lekker. Wacht, fuck. Nee. Oeh, dit zijn irritante mandjes. Oh, kijk, zal ik je even laten zien wat je moet doen om deze eikels kapot te maken? Je moet ze eerst kennen. Ik zie daar een zwakke plekken. Als je even rustig de tijd neemt, dan kun je daar zien. Weakness is gewoon power. Weakness is stroom. Oké, dus die zijkant dingen die moet ik pakken met stroom. Dat is voor mij ook redelijk nieuw. Bam. En dan gaat het allemaal een stuk sneller. Hier, zie je hoe snel hij verdoofd is door de stroom. En hier ligt hij dan. En dan ga ik hem, als ik even de kans daarvoor krijg, ga ik hem overnemen. Zodat hij voor me gaat vechten. En dat ik niet neergemapt word nu tijdens deze override deden natuurlijk. Ja, hoppakee. En nou heb ik een hulpje. En dan scheelt mij weer ammo. Glenthawks, die maak ik meestal af door... Oh. Dan moet ik even een critical... Die maak ik meestal af door vuurpijltjes in hun borst te schieten. Want ze hebben zo'n vies ding in hun borst. En daar zijn ze gevoelig voor vuurpijltjes. En soms bind ik ze vast met een ropecaster. Dat is ook een van de fijnste wapens die er zijn. Oh, wacht even. Hier zie ik een dude waar ik een bepaalde tutorial... Ja, je hebt voor elke wapen die je krijgt heb je een tutorial. En ook deze. Shoot chill water canisters using freeze arrows. En dat kun je bij Behemoth Bellowbacks. En dit is een Bellowback. Dus dan moet ik dat even doen. Dus freeze. Dus ga ik even kijken. Heeft deze man een... dit beest... freeze canisters, als het goed is wel. Even kijken. Cargo sack. Body. Gullet. Misschien is het wel de andere. Oh ja, daar. Ja, zag je ze? Ik zag ze. Ja, freeze canisters. Oké. Oh fuck! Nou, dat moet ik doen. Dus dan moet ik even met freeze arrows opschieten. Dat is een shock arrow. Ja, dat is een freeze arrow. Alright, het makkelijkste om dit te doen is door hem even met een ropecaster vast te binden, denk ik. En dan... Bam, dit is echt heel cool hoor. En nou, hier zie je dit long leg, die helpt mij mee. Chill van hem. En dan bind ik hem zo vast. Hier, zie je? En dan kan ik zo... Dan kan ik hem weer even opnieuw scannen, want ik zie het goed bij die... Oh, shit. Oké, hij is alweer los. Door het beest. Dat is dan weer niet zo handig. Bij sommige dino's kan je hun pad highlighten en dan kun je zien waar ze langs lopen. Maar dat kan bij deze dus niet. Dat is wel jammer. Dat was nu wel erg handig geweest. Zie je die enorme kanon op hun rug daar? Oh nee, dat heeft hem. Oh ja, ze hebben het allebei wel. Die moet je er dus eerst afschieten. Dat scheelt echt een stuk. Met mijn favoriete pijlen, de Terblast pijlen. Ja, weet je wat we doen? We kunnen natuurlijk ook wel gewoon hem helemaal vastpinnen en dan proberen over te nemen. Maar dat is, gaat wel tricky worden, denk ik. Zoals je ziet, maakt hij echt veel schijt aan nu. Ja, kijk eens aan. Oké. Nu kan ik hem overnemen als het goed is, als ik op de goede plek ga staan. Ja! Oh nee, doe nou! What the fuck? Oké. Daar gaat hij. Ja, oké dan. Als er nou even niet een aanval komt, dan is all good. Hoppa! My own pet Thunderjaw! Haha! Kom, we gaan die andere afmaken. Kom! En dan ga ik even ruzie met z'n ruzie maken. Ruzie creëren tussen twee motherfuckers. Oké. Kom. Oh shit, je ziet hoe snel die is. Hij is binnen. Fucking. Hij was super ver weg. Hij is binnen 2 seconden. Maar goed, daar komt mijn Thunderjaw eraan. En dan kan ik ondertussen even zijn wapens onschadelijk maken. Deze fucker hier. Oh. Zo. Bam. Hier. Zie je, die wapen is er af. Die achterste. En ja, krijgt die fin klop van mij. Wow, hij vindt echt hard pakken genomen door mijn dude. Ja.
in die, zie je dat gat daar in de zijkant van zijn lichaam? Daar moet ik pijlen in schieten. Dan gaat het heel snel. Ik ben niet meer zeker welke pijlen, maar het maakt voor mij niet zo heel veel uit. Want ik krijg een dikke schade van. Ik kan even natuurlijk focus inschakelen. Oh, en ik ben ook alweer... Mijn health is ook alweer op. Even uitkijken. Hier, daar, en dat gat daar. Bam! Oeh, dat vindt hij niet fijn. Dat vindt hij helemaal niet fijn. Bam! En hij is dood. Lekker toch? Kijk, ik kan ook nog zo'n gun oppakken. Nou, dat wil nu even niet. Oh, ik kan er nu even niet bij. Maar hier ligt dus een gun. En die kun je, hij ligt boven met zijn dikke rijt op die gun. En die kun je dus ook al pakken en dan kun je ook mee schieten. Oh ja, daar is de gun, daar is de gun, daar is de gun, daar is de gun. Dit is de disc launcher die ik net van zijn aas afgeschoten. En dan kan ik nu zitten against hem. Hold the law. Lekker. Ja, ik gebruik echt amper melee combat, want als je in de buurt komt van die robots, dan, ja, dan ben je eigenlijk al de shaak. Dus je moet gewoon echt zoveel mogelijk afstand houden. Maar je gebruikt het wel als je ze bijvoorbeeld downpint of als je ze stunt op een bepaalde manier. Dan moet je wel naar ze toe rennen en ze zo'n genadestoot in hun ribben geven. Want daarmee doe je ze wel harde damage. Maar dat geldt ook niet voor alle vijanden trouwens. Als je je rechterpookje indrukt, dat vertraagt de tijd. En dat gebeurt. Oh, oh. Oké. Okay. Hielen. En dat gebeurt ook als je springt en schiet. Wauw, dat is goed hè. En ook als je slide en schiet. Maar dat gebruik ik niet zo heel vaak. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik niet vaak slide. Ik slide wel regelmatig als ik in de buurt wil komen van een robot. En als ik hem daarna zo wil overnemen. Met mijn staffie. Hoe zit het met de schaarsheid van ammo? Als jij gewoon heel veel. Bijna echt wat je. Elke keer als je een bosje takken tegenkomt dat je ze oppakt en plukt, dan komt het wel goed. Dan valt het echt wel mee. Maar je moet gewoon echt altijd alles oppakken wat je tegenkomt. En dus rij ik eigenlijk niet zo heel veel op beesten. Omdat ja, je moet constant wel blijven foragen, zeg maar. Dus deze is belangrijk, Silent Strike. Deze critical hit, concentration en dan dat zijn wel de beginskills die je echt moet nemen, vind ik. Kan je alleen alles te voet doen? Nee, dat is niet waar. Je hebt gewoon fast travel points, maar daar heb je bepaalde fast travel pakjes voor nodig. En die kun je craften op een gegeven moment en die kun je kopen en die kun je vinden. En je kunt bepaalde paardachtige robots en een soort van gnoe-achtige beesten overnemen met je stokkie. En daar kun je ook op rijden. Dus je hoeft zeker niet alleen te lopen, hoewel ik wel heel veel loop, omdat ik dan bloemetjes ga plukken. Dus dan gaan we hierheen. Hier, daar heb je een fast travel dingetje voor nodig. Hoppakee. Je kan trouwens ook voor, iets kopen waardoor je voor eeuwig kan fast travel. Een golden travel pack heet dat volgens mij. Die heb ik nog niet gekocht. Ik vind de ropecaster wel heel erg handig en die werkt ook bijna tegen alles. Alleen de ropecaster is dan weer wat minder handig als je tegen meerdere vijanden tegelijk vecht. Dan is die niet heel erg bruikbaar. Maar die kun je wel echt, ja, die kun je, zoals je net zag, ik pinde die Thunderjaw neer op de grond en dan kon ik hem gewoon overnemen. En ja, dan heb je het gevecht al gewonnen eigenlijk. Dus de ropecaster is zeer belangrijk om te hebben en handig. Welke ik behoorlijk underpowered vind, is die gebruik ik eigenlijk bijna nooit. Dat is de Rattler. Dat is een soort van shotgun-achtig ding. Die is wel redelijk handig tegen mannetjes, tegen mannetjesvecht. Maar anders heb je er niet zo heel veel aan. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Want we gaan zeker weer vaker streamen. Hallo!